Dit hier is de Volkswagen Golf GTE. En dat is een leuke auto om het dus te hebben over de wet van de remmende voorsprong. Want laten we een aantal jaar teruggaan. De Volkswagen kwam met de Polo Blue Motion met 1.2 TDI, die driecilinder. Dat was de eerste auto die voor een diesel BPM-vrij was, MRB-vrij was en goed voor 14% bijtelling. En werd een house. Maar de jaren daarna kwam de concurrentie met vergelijkbare modellen. De DS3, de Clio, de Fiesta, de Punto Evo, die kwamen allemaal ook met spaardiesels met al die kortingen. En al die motoren waren veel fijner dan die wat rauwe, nukkige TDI in die Polo. Dus Volkswagen was wel de eerste, maar na 2 jaar waren ze lang niet meer de beste, de rest was zelfs een stuk beter. Deze keer is eigenlijk precies andersom. De plug-in hybrid van de Golf. Volkswagen is eigenlijk vrij laat, we hebben natuurlijk al de Ampera en de Volt gehad, die house. Toen kwam de Prius plug-in, nou toen kregen we de oude en de PEF. En natuurlijk de V60 plug-in en die deed het allemaal steengoed. En Volkswagen die is niet zo van elektrisch rijden, maar die zeiden, nou oké, de markt wil het, dan doen wij het ook. En hier hebben we dan een Golf plug-in. En is meteen zo'n beetje de beste plug-in in zijn segment. Nou, Cornelis heeft natuurlijk al een keer met deze auto kunnen rijden en jullie ingelicht over de technische specificaties, want het was voor hem maar een kort ritje. We gaan nog even snel doorheen. We hebben een 1.4 TSI met 150 pk en daaraan gekoppeld zit een elektromotor met 105 pk. Combineer dat vermogen, dat mag je niet gewoon bij elkaar optellen, maar dan piek je op 204 pk. Dat is natuurlijk heel wat voor een Golf. Je kan met een volle accu natuurlijk puur elektrisch rijden, want daarvoor is het een plug-in. En dan kom je ongeveer 50 km ver, zegt Volkswagen. Nou weten we uit de praktijk, als ze dat zelf zeggen, is het zeker niet meer eerder minder. Dus ik zou rekenen op, nou, hoog in de 30, 40 kilometer misschien. We kunnen het nu niet uittesten, want we moeten filmen en in de bergen, dus zo reëel is dat niet. Dus even wachten of we in Nederland zijn. Maar ik denk tussen de 30 en 40 kilometer. Dus iets meer dan een Prius plug-in en een stukje minder dan een Opel Ampera. En interessant blijft natuurlijk het verbruik. Officieel, volgens de cyclus, is het 1,5 liter per 100 kilometer. En dat is natuurlijk weer een compleet fictief getal. Dat getal bestaat niet. Je rijdt x kilometer elektrisch, laten we dus inderdaad zeggen tegen de 40. En volgens verbruik je x alleen met benzine. Volkswagen is hier vrij eerlijk over, Toyota was het eerder ook al. Ze geven namelijk een verbruik op, ze zeggen rekenen op 4,5 liter per 100 kilometer als je hem nooit inplugt. Weet je nou van waar je aan toe bent. Leuk om te zien voor ons. We hebben geen toerenteller, in plaats van hebben we een powermeter. Maar kijk, ineens in het klein, waar normaal iets als een olietemperatuurmeter zit, hebben we een heel klein toerentellertje voor de motor. En dat is een verschil met de Audi A3 e-tron, wat in feite dezelfde auto is, want die heeft helemaal geen toerenteller. Dan laten we even doorgaan met harde getallen, want dat is eigenlijk het sterke punt van deze auto. De prijs bijvoorbeeld, 37.000 euro. Een stuk minder dan we kennen van plug-ins als de Volt en de Ampera. Prius plug-in is inmiddels nog in prijs verlaagd, dus die is nog wel concurrerend. Maar even goed, je betaalt maar 7% bijtelling voor deze auto. Als je hem dit jaar nog krijgt, of als je hem volgend jaar krijgt, en dan 5 jaar lang. En dat is natuurlijk aardig gunstig geheel. Nog een belangrijk getal, je mag 1500 kilo trekken. En dat is natuurlijk ook geen standaard bij hybrides. Een groot voordeel van de Outlander was dat, en deze Golf die kan het ook. Het nadeel is dat de bagageruimte iets kleiner is geworden omdat achterin de accu ligt, maar die ligt eigenlijk op de plek van het reservewiel. Dus de enige liters die je verliest is onder de laadvloer. Dus je ziet het niet ten opzichte van een gewone Golf als je alleen maar de klep omhoog doet. Je kan zelf kiezen of je meteen op benzine weg wilt rijden of alleen elektrisch door te switchen van E-modus. Anders dan bijvoorbeeld een BMW i3 waar je eerst verplicht een gedeelte van de accu moet leegrijden. Dat is hier niet het geval. En we hebben nog een bonus, de GTE-modus noemt Volkswagen dat. En daarmee combineer je beide motoren voor eigenlijk maximum power. En dan heb je ineens die 204 pk tot je beschikking, merk je dat het eigenlijk een idioot snelle auto is voor plug-in begrippen. En dat is natuurlijk een vrij opvallende keus. Volkswagen positioneert hem echt duidelijk naast de GTD en naast die GTI als de derde lijn, de GTE, en als een sportieve auto. Ze hadden ook kunnen kiezen voor een zuinige motor, minder vermogen, net als een Blue Motion. Dat hebben ze niet gedaan. De vraag is dan, rijdt het een beetje sportief? Nou, dynamisch. Verder dan dat wil ik niet gaan. Dat is een Golf met een heel extreem sportonderstel, maar het is geen GTI. Het neigt wat meer naar die GTD in verhoudingen. Er komt wel bij, die accu's achterin, hij is natuurlijk wel een dikje zwaarder, ver over de 1500 kilo heen, terwijl de gewone Golf even vrij licht. En je voelt dat gewicht af en toe een beetje zeilen en een beetje doorduwen in bochten. Ga je echt pushen, heeft toch weer meer grip dan je denkt, dat geldt ook bijvoorbeeld een beetje voor een Golf R, en dan valt het mee. Maar als je zou moeten kiezen, een GTI of deze, is het altijd de GTI. En die is natuurlijk goedkoper. En daarmee kom je wel op een pijnpunt, dat hoe goed Volkswagen deze plug-in ook in elkaar heeft geschroefd, en vooral hoe soepel die ook rijdt, vanwege al dat koppel wat je continu hebt, als particulier is er geen enkele reden om hem te kopen. De enige reden, en dan gaan we weer, zakelijk rijden, 7% bijtelling, weinig vaste lasten in de maand.
Ben je particulier? Zelfs met zonnecellen op je dak? Als je leuk wil autorijden, koop gewoon de GTI.